Maar je bent wel een heel schattig beertje, toch? Ik moet niet te snel opgeven natuurlijk, logisch. Even goed kijken. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering, een nieuwe video van Minecraft. En dit keer gaan we een singleplayer map doen. Dat hebben we echt heel lang niet gespeeld. Ik heb ooit dus jaren geleden een map gespeeld, de Hidden Buttons. Maar dit is dus de Classic Hidden Buttons. Ik heb deze map dus nooit eerder gedaan. Ik heb het even nagecheckt. En we gaan hem spelen in Minecraft versie 1.12. Als het goed is zijn er 12 verschillende levels die we kunnen spelen. En ik ga eens even een shout-out doen naar The Beast Poseidon, want die is namelijk de maker van deze map. We kunnen gaan starten. Wat staat er allemaal? De map creators The Beast Poseidon en Redstone Master 45. Welcome to Hidden Buttons. Dit is onze eerste map, dus niet al te streng beoordelen, zeg maar. Oké, we gaan hem gewoon spelen. Level 1, de bibliotheek. The library. Oké, we hebben hier dus een bibliotheek en we moeten dus de button gaan zoeken. Ik zie hier wel een gat en moet ik daar doorheen? Ik zie daar wel een lever. Ik haal hem omver en is er iets gebeurd? Ja, er is een button. Yes, oké. Level 2, onder water. En daar zie ik al een button, maar is dat de goede? Dat is voor mij niet de goede. Nou ja, ik zie wel een button, maar moeten we een beetje parcouren. En dat wordt lastig, want ik ben niet echt een kei in parcouren. Moment. Ja, wow. Oké, rustig. Vin, rustig. En daar hebben we de button. We klikken erop. En wat gebeurt er? Ik heb iets. Ik weet niet wat, maar rechtsbovenin een icoontje. En we moeten kijken onder water. Ik zie daar een soort van gat. En ik weet niet of ik daar doorheen kan kijken. Nee, er is geen gat voor de rest. Dit is allemaal leuk en aardig, maar ik zie voor de rest geen button. Ik moet niet te snel opgeven natuurlijk, logisch. Oh, wacht even, ik zag iets. Wacht. Volgens mij zag ik hier ergens een button, maar ik weet het niet zeker. Ik was aan het voorbij gaan en ik zag in één keer iets van steen. Ja, hier. Kijk. Level 3, de mijn. En waarom krijg ik een pickaxe? Misschien moet ik die gewoon gebruiken. Wat hebben we hier? If you're reading this, then I'm dead. Als je dit leest, dan ben ik dood. Aha. Goed om te weten. Ik heb een pickaxe. Ik kan even diamant pakken. Nee, dat gaat natuurlijk niet. Kan ik dit wel slopen? Ja, dat wel. Wat is hier achter dan? Oh, het gaat door. Het gaat zeker door. Ik zie daar ook een trappetje naar boven. En ik weet niet of ik dat moet slopen, want ik kan dan wel daarboven komen. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik kan het ook niet slopen zoals je ziet. Ik kan er ook niet springen of val ik in het lava. Ik zit ook te kijken of ik misschien wel een button kan vinden. Want we moeten uiteindelijk natuurlijk de button zoeken. Ik ga eens even proberen of dit lukt. Ja, dit lukt zeker. Maar dan moet ik daar naar boven toe. En dan loop ik daar toch alweer dood. Misschien dat ik hier wat kan vinden. Ik heb ook een beetje het gevoel, hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt om zeg maar die buttons te vinden. Ik heb het hoofdje maar opgedaan, vraag me niet waarom, maar misschien helpt het wel met het zoeken naar die button. Ik denk dat deze opname ontzettend lang gaat duren. Je kan dit slopen. En er zit een lever. Dat is geniaal. En als het goed is, is er nog een diamond blokje. Even kijken, deze kan ik ook slopen, maar ik weet niet wat daaronder zit. Er zit dus niks onder. Misschien als ik dit sloop, krijgen we dan wat te zien. Wacht even hoor. Dit ook nog even. Ik pak gewoon de diamantjes mee. Hey, daar zien we iets. Daar is die gewoon. Door die lever was er een blokje naar beneden gegaan. En nu is het allemaal zichtbaar. En gaan we naar level 4, home. Een huisje. Dus waarschijnlijk zit die button wel hier in dat huisje. Dat moet eigenlijk wel. Ja, ik zie hem. Dit is niet de button, maar ik ga er toch op klikken. Ik krijg ook een taartje, dus dat is wel heel erg fijn dat ik gewoon lekker eten krijg. Op de onderste verdieping zit niks. Wat zit hier in de kistjes? Ook helemaal niks. Dan gaan we toch kijken, want ik zie hier een lever en die gooit hem omhoog. En wat is de functie daarvan? Dat weet ik niet, maar als ik deze nou gewoon zo doe, misschien vind ik hier wel de button. Waar ik ook kijk, in principe, ik kan wel even slaapje doen. Misschien dat dat wel het idee is. Ik heb al 3 punten al, dus dat gaat al de goede kant op. Alleen, ik zat er zo dichtbij. Echt zo dichtbij. Maar hieronder zie je dus een knopje. Daar zit hij dus. Smerig. Echt smerig. Spooky. Dit is een spooky level, level 5. En ik zie daar wel een button. Maar dan kunnen we door een deurtje. En ik zie ook allemaal hoofdjes staan. Help us. Ik weet niet of we daar doorheen moeten, want ik zie daar ook weer iets van... Run. Rennen. Moet ik rennen?
Wat gebeurt er? Oh, oh, wat? Oh, hallo? Oké, okay, dat is apart. Maar er ging dus ergens iets open. Kijk hier, hier. Heel misschien dat hier wel ergens een button zou kunnen zitten. Heel smerig verstopt tussen deze blokjes. Misschien dat er ook wel weer een lever is verstopt. Die ervoor zorgt dat er weer een blokje opzij wordt geschoven. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Wat moeten wij nou doen? Kijk. Ja, dat is hem. En nu beland ik hier. En een lever. Moment. Oh, we gaan naar voren. Ja, ik heb hem overgehaald. En nou weet ik niet wat ik nu moet doen. Afwachten totdat ik beneden ben. Maar ik heb in ieder geval wel een lever overgehaald. Bijna, bijna. Maar als daar nog een kop... Er zit er nog eentje onder me. Dus ik denk dat ik heel kort even een stukje val. Nou, even kijken. Die button die zorgt ervoor dat ik dus daarboven kom. Dat gaan we niet meer doen. Ik heb de lever overgehaald. Dus nu moet er ergens een blokje zijn verschoven. En ik weet dus niet welk blokje. Ik weet ook niet waar. Misschien moet ik wel terug. Dat kan ook. Hier hebben we ook nog allemaal blokjes. Wacht, wacht, wacht. Daar is wat open gegaan. Kijk, we gaan in het systeem. En hier moet natuurlijk wel een button zitten. Sowieso. Ik ga eruit, want ik denk dat het gewoon een valstrik is. Ik heb overal gezocht en ik kan niks vinden. Gewoon helemaal... Meen je dit? Serieus? Is het hier? Wat? Yes. Oké. Nee. Sorry. Nee. Dit is natuurlijk echt niet leuk gewoon. Want ja, wat is nou de goeie? Wat is nou de goeie? Ik denk dat we eerst gewoon tactisch gezien de onderste rij moeten doen. Kijk, hoppakee. En op een gegeven moment, dan zit daar natuurlijk wel de goeie bij. Maar we hebben ook nog een onderkant van... Dit is echt... Ja, dit moeten we echt op deze manier doen, denk ik. Dit is zo jammer. Yes! Oké, dat was echt wel heel veel. Oh, hallo? Wat? Je bent schattig. Ze doen toch niks, die beren? Nee, jij doet niks. Hoe heet het level trouwens? Winters hier. Oh, je bent wel een heel schattig beertje. Toch? Je bent heel schattig. Ik wil je even aaien zo. Je bent gewoon heel braaf. En een mega kip? Dat is apart. Hier is de winter. Wat hebben we daar dan? Ice rink. Ja, we kunnen ook in de kip. Wat staat er? Why would you look in here? Nasty. Waarom zou je binnenin kijken, viezerik? Oh, maar dit is natuurlijk wel heel schattig. Want hier zitten allemaal bij elkaar. En stel je voor dat ze in één keer op een plekje staan. Je kan ze wel... Oh, je kan ze raken hier. Oké. Maar oh, ze vallen aan of niet? Vallen ze aan? Ja, ze vallen dus een soort van aan. Oké. Maar, daar zie ik een laddertje en ook een stukje tekst. En wat staat op die tekst? Place lever here. We moeten dus op zoek gaan naar een lever. En dan als we die hebben... Dan kunnen we in ieder geval via de bomen daar naartoe klimmen, denk ik. Misschien zit die lever gewoon ergens op een plek waar je hem ook kan verwachten. Maar dan heb ik het over als we nu aan het parcouren zijn. Dat er gewoon ergens een kistje is verstopt of zo. En dat we daar dan dat ding kunnen vinden. Misschien wel achter die boom. Maar we gaan nu even die kant op. Dit gaan we toch nooit halen, joh. Ik vind het jammer dat er een parcoursmap in zit. Want ik ben zo iemand van... Wacht even. Misschien heb ik een idee. Ik heb de graphics op fancy gezet. En nu kan ik dus door de bosjes heen kijken. Is misschien een beetje cheaten, maar hier zit dus wel een kistje. En daar zit waarschijnlijk wel het spul in wat ik nodig heb. Het spul, de lever. Oeh, yes. Oké. En nu naar de laatste. En die zit dus daar. En kom op. Ja, eromheen. Goed zo, Vince. En hoe kom ik daar dan? Zit ik vast nu? Ik kan nu... Serieus, ik moest dus van daar naar daar. Aanloopje. Yes. Oké. En nu moet ik daar proberen in te komen. Maar hoe ga ik dat doen? Dat gaat toch niet, jongens. Zit er een gat dan? Oh, ja. Ja. En de lever moet dus daar worden geplaatst. Hoppakee. En nou heb ik een vermoeden waar misschien wat een gat zou kunnen zijn. Ik denk toch wel hier zo. Ik heb gewoon het gevoel. Dat moet toch wel. Jongens, jullie staan zo erg hier bij elkaar. Niks. Oh. Oké. Oh, ja. Yes. Level 8. Redstone Mania. Ik ben geen held met redstone. Ik vind dat heel knap als mensen ermee kunnen werken. Wat een herrie, jongens. Wat een herrie. Ik zie, even kijken, een poppetje staan. Jen in the hole. Ik weet niet of dat moet zo. En daar nog iemand. De Crusher. Hop! Moest dit? Ik denk het. Oh!
Hier is ook een lever. En die laat dit stoppen. Ik heb hier toch geen verstand van, jongens. Ik kan wel een beetje leuke dingetjes activeren en zo, maar het gaat tekeer als een beest, zoals je ziet. Ik denk dat ik misschien ook wel gewoon met redstone iets moet gaan verleggen. Want ik zie er ook een opening. Althans, nou, het is daar niet open. Wacht even. Wat gebeurt er? Maar het gat is wel een soort van... Even kijken, gaat ook niet meer open nu. Oh, ja, is dat het? Wat? Oké, level 9, parcours. Nee, parcours. Als ik ergens een hekel aan heb... Nou ja, niet hekel, dat vind ik wel zo'n groot woord. Als ik ergens van baal, is het wel parcours. Want ik ken dat dus echt niet. Maar, we gaan niet opgeven natuurlijk. Dan gaan we kijken hoe ver we komen, hè. Zo. Ja. Dit gaat toch wel redelijk, toch? Als je het mij vraagt. Oh, kleine sprongetjes. Niet te Oh, jammer dit. En ik had een checkpoint geramd op die button, maar die werkt dus niet. Nou, en dan ga je hier omheen. Het is niet echt een moeilijk parcours. Althans, wat ik zo zie, is het ook niet heel moeilijk. Het zou me misschien wel lukken. En dan moet je helemaal terug gaan parcouren. En dan ga je dus hier en dan vind je daar de button. School again. We gaan weer terug naar school. En ik zie hier een soort speeltuin. Althans, met waterglijbaantjes. Leuk. En we hebben daar een klimrek. Dit ziet er wel leuk uit. Ik zeg je eerlijk, het is wel leuk in elkaar gezet allemaal. Wat hebben we daar? Awesome preschool. Hey. En nu weet ik zeker, hier moet gewoon ergens die button zijn. We gaan door. Dit is een kamer. Met allemaal paintings. En misschien moet ik wel even... Oké, dat ging heel snel. Laat ik die terugplaatsen. Hey. Trollololol. Jammer dit. Waarom is dit een iron blok? Zie je dat? De rest is allemaal normaal. Quartz. Maar dit is een iron blok. Oh, er zit een button in. Maar die button moet ik dus ergens plaatsen. En wat ik nu ook zie. Dat is dat hier ook geen vloertje onder zit of zo. Ik ga gewoon even teruglopen. En wie weet dat ik dan wel wat kan vinden. Want hier heb je natuurlijk ook die schoolbankjes. En is hier wat gebeurd? Want, oh, hey, die was hier eerst nog niet. En nu denk ik dat we eigenlijk een soort van moeten parcouren. Naar de overkant. Althans, dat denk ik. Kunnen we ook hier verder komen? Kijk, als ik hier nou hoger kom, dan haal ik dit wel makkelijker. Juist. Oké. Okay. Dan gaan we kijken hoe we... Oh nee, ik val in het midden. Oh. Dat is natuurlijk het nadeel van die fences. Altijd even uitkijken waar je precies loopt. Oké, okay, daar gaan we. Oh, serieus. Wacht even hoor. Daarheen. Dan daarop. We zijn op het dak gekomen en hier kunnen we dan waarschijnlijk... Ik heb nog steeds die button over. Ik weet niet waarom, maar we gaan door met Jens Wonderland. En dit is wel weer schattig. Dit vind ik leuk. Gewoon één vierkante kamer. Allemaal van die prachtige snoepstokjes. En dan moeten wij op zoek gaan naar een button. En of dat nou ergens in een berg ligt, of dat ligt misschien wel ergens verscholen. Moeten we met levers gaan werken. Dat is waarschijnlijk wel... Wat we moeten doen, denk ik. Met levers werken. Vaak wel. Het is nog echt zoeken. Ze hebben echt de best gedaan. Absoluut. Maar waar moet je dan in vredesnaam zoeken? Een lever. Dat is de eerste. Die heeft wat overgehaald. Maar wat weten we niet. Dus nu moet ik eigenlijk gaan zoeken naar weer een nieuw gat. Kan dus helemaal aan de overkant zijn. Het kan ook hier zo zijn, hè? Want hier hebben we natuurlijk die grote berg. En ik heb het gevoel dat hier misschien wel wat gebeurd is. Even helemaal naar boven toe. Even een overzicht natuurlijk. Ja. En gevonden. Pet's Nightmare level 12. Ik denk dat dit ook het laatste level is. Want er waren 12 levels. En ik denk dat deze ook de moeilijkste is. Dat moet eigenlijk wel. Tuurlijk. Het zou een beetje vreemd zijn als ze dan het laatste level niet zo moeilijk maken. We zien een huisje. Even goed observeren wat we hier allemaal kunnen vinden. Hele enge bomen met spinnen erachteraan. Hele kale, lelijke bomen zijn dat. Dit is een van de hoogste punten. Oh, wacht even. We hebben daar een hele, hele hoge berg. Ik denk dat we daar misschien wel iets kunnen vinden. Of misschien wel moeten beklimmen, dat kan ook. Ik denk dat we even daar bovenop moeten komen. Als dat lukt, want het is een beetje lastig te zien. Het is vrij donker hier ook. Maar ik denk dat we wel een soort van hoger kunnen komen. Maar dan is het wel weer een soort parcours idee. En ik weet ook niet wat daar boven te halen is. Maar we kunnen
Nee, we kunnen niet uit de map. Wat is dan het idee? Wat is het nut om hier boven te komen? Er moet iets zijn, denk ik. Of misschien later. Dat we toch eerst maar even door dat huisje moeten gaan. Maar daar is ook... Ik heb een button. Oh, wacht eens even. Die button moeten we natuurlijk plaatsen. Maar dat kan hier niet. Als ik dit sloop en ik plaats hem hier. Dat gaat ook niet. Ik moet die button misschien wel gebruiken. Maar ik heb hem nu... Oh, ik heb hem nog steeds. Waar kan ik hem plaatsen? Want die hekjes... Ik kan dit wel slopen. Maar of dat de bedoeling is... Dat weet ik niet. We zitten hier binnen. Ik kom er ook niet meer uit nu. En dat ik ook... Oh! Wacht even, een button. Ja! Oké. Okay. Congratulations, you made it. Genocide and pet side. Wat gaan we dan doen als ik hier overheen ga dan? Oh! Wow! Dank u! En dan gaan we naar de andere kant natuurlijk. Daar komt hij. En rechts zo die gaat. Oh! Allemaal heerlijke objecten, jongens. Fantastisch. En wat staat daar? Feel free to blow up the map. Aha, ik mag de map opblazen met TNT-blokjes. Oké, ik ben wat bescheiden. Laten we het toch even beter aanpakken. Hoppakee, bam. Dit gaat goed. Dit gaat zeker goed. Heerlijk om dit te zien. De map opblazen voelt altijd heel erg goed natuurlijk. En blaas nog maar de lucht in. Hoppakee. Sorry jongens, maar dit is voor jullie eigen bestwil. Ja, dit gaat allemaal goed. Als men... Nee, niet de ijsbeertjes. Nee, niet de ijsbeer. Oh, gelukkig. Nooit de ijsberen. Nooit. Zo, en nu maar een button gaan zoeken. Waar is de button? Zo. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering en dit keer heet het Classic Hidden Button... Wacht. Heb ik dit niet eerder gedaan? Goed, ik ben heel benieuwd wat we gaan meemaken met deze map. Ja, oh ja, en trouwens, ik ben nog vergeten te zeggen, ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, doe dat dan zeker. En vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven en natuurlijk ook eventjes niet te vergeten om een belletje te klikken om geen één video te missen. Als het goed is, zijn er 12 verschillende levels die we kunnen spelen. En ik ga eens even een shout-out doen naar The Beast Poseidon, want die is namelijk de maker van deze...